Hallo. Vandaag, ik moest even, sorry, ik moest even denken. Vandaag gaan we het hebben over muurverf buiten. En dan met name muurverf buiten op muren. Het woord zegt dat al, niet op kozijnen, maar muren. Ja, waarom zou je het willen? Dat is de eerste vraag. Je wilt het ter verfraaiing, je wilt er een luxe tint aan geven of een andere look. Ja, dan kan je een muurverf, kan je een muur gaan schilderen, zeg maar. Of doe je het overweging dat hij snel vuil wordt of wat dan ook. Ja, er zijn verschillende redenen. Het is altijd persoonlijk om een muur te schilderen. Nou, er zijn heel veel producten op deze aardbodem inmiddels. Waar ik eigenlijk heel blij mee ben. En er komt iedere keer weer een nieuwe tevoorschijn. En met name moest er altijd buiten een muurverf opgezet worden wat een beetje een zijdeglans heeft. Want je kunt zelf wel nagaan, als er een soort glansje op zit, dan komt er ook minder vuur op, kun je het makkelijker schoonmaken. Minder vuil op, sorry. Nu heeft Caprol weer iets nieuws gemaakt, moet ik zeggen. En ja, dat is een muurverf. Nesprit acryl. Ja, deze muurverf die schijnt mat te zijn, wat heel leuk is. En goed bestand tegen weersinvloeden. En wat nog belangrijk is, dat het geen vuil hecht, zeg maar. Want je moet. Buiten regent het, het waait het, het sneeuwt het, het doet van alles. Dus dat is wel belangrijk dat je niet in een half jaar dat je de boel er weer moet afkrabben. En ook nog goed reinigbaar, en dat met name van binnen. Hè. Als je een vlek hebt of wat dan ook, je hebt kinderen, je hebt wel eens vlekken in de keuken bij een muur. En ja, als je dan kunt schoonmaken, goed reinigen, is dat gewoon alleen maar een voordeel. Nou ja, wat ik nog meer kan zeggen, het is een nieuw product. Ik heb het zelf nog niet uitgeprobeerd. Ik zou zeggen, probeer het gewoon uit. Als je niet weet hoe je eraan moet komen, je kunt het intikken op Google, typ de naam erin en je kunt het in verschillende online winkels kun je het gewoon kopen. Ik zou wat een tip wat ik je nog wil meegeven: als een muur dus onbehandeld is en er zit nog geen verf op, dan gebruik altijd een voorstrijkmiddel, een soort grondverf voor muren. Doe je dit niet, dan valt de muurverfigheid eraf. Dus altijd een voorstrijkmiddel gebruiken. Dit is puur voor de hechting. Nou, meer kan ik er niet over zeggen. Ik zou gewoon zeggen, probeer het eens uit. En schrijf je ervaringen eens onder dit artikel. Ik ben zeer benieuwd. Ik geloof zeker dat het een goed product is. Kostprijs, relatief. Doe narig mee, dus om de prijs hoef ik niet te laten. Nou, ik wens jullie veel succes met de nieuwe muurverf van Caprol. En ik zie je tot de volgende video.